Nou, mijn visie op de markt van zonne-energie is dat die op het moment explosief aan het groeien is. We hebben profijt van een aantal zaken. Hè. Onze buurlanden hebben in de afgelopen jaren massaal zonnepanelen geplaatst, waardoor de prijs van die zonnepanelen enorm gekelderd is. Aan de andere kant zien we nog steeds stijgende energieprijzen voor grijze stroom. Dus het wordt steeds voordeliger om zonnepanelen op je woning te plaatsen en een mooi rendement te halen. Het is een zonnige visie. Ik denk dat we dit jaar echt een omslagjaar gaan zien. En dat we de komende jaren echt fix gaan groeien. Wat ik zelf merk van het succes in de branche is dat wij daarmee dus ook succes hebben. Je ziet dat wij dit jaar enorm groeien. Als ik het vergelijk met het voorgaande jaar, echt met honderden procenten. Dat heeft te maken met de lage prijs voor de panelen. Een gunstig klimaat om momenteel zonne-energie op je dak te leggen. En met de lening van Green Loans kun je dus een investering doen waarbij je de financiering budgetneutraal kan terugbetalen en dat je over de 25 jaar eigenlijk een heel mooi rendement haalt. Een rendement wat momenteel niet gehaald wordt met welk beleggingsfonds dan ook. Dus een goede investering om nu in zonne-energie te gaan. En met de partijen met wie wij samenwerken verwachten wij de komende jaren een stevige groei te gaan doormaken en erbij toe te dragen dat Nederland verduurzaamt met zonnepanelen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we ons gezamenlijk verenigen en zo eenmaal per jaar bij elkaar komen. De Solar Future in Haarlem is daar een goed moment voor. Op zo'n dag kunnen we samen de successen vieren die we dit jaar meemaken met zonne-energie. Maar we kunnen ook samen met elkaar kijken hoe we zonne-energie nu in Nederland echt kunnen laten doorbreken. En daarvoor hebben we elkaar nodig. We zullen ook gezamenlijk moeten kijken naar potentiële imagoschade die kan ontstaan door de vele partijen die momenteel op de markt zijn. Kleine starters, waarvan we nog moeten afwachten of de kwaliteit van hun service uiteindelijk gewaarborgd kan worden. En ja, één probleem met één leverancier kan een smet op de hele markt betekenen. En daarvoor zullen we de komende jaren met elkaar moeten waken. En een goed moment om daar met elkaar over van gedachten te wisselen op de Solar Future. En wij als Green Loans helpen daar graag aan mee.